Studentenverenigingen zijn weer open, ook het RSG. We zijn nu bij het RSG en we gaan kijken hoe ze dan coronaproefborrel gaan organiseren. Bij ons is het protocol dus dat er één iemand tegelijkertijd mag opstaan. Dus ook één iemand tegelijk aan de bar, één iemand tegelijkertijd naar de wc. En de looproutes volgen, zodat je elkaar dus ook niet tegenkomt. En bij de deur maak je ook even je handen schoon. Ook voor de corona waren wij gewoon 4 avonden in de week geopend. En dat is nu hetzelfde, alleen dan dus in shifts. En dat betekent dat je of tussen 4 en 7 hier terecht kan, of tussen 8 en 11. En dan moet je dus van tevoren aanmelden. Dus dat is wel even anders. Je kunt niet zomaar binnenkomen lopen. Wat vind je ervan dat je dan hier weer kan zijn? Ja, superleuk. Ik heb iedereen echt een paar maanden gemist. En ik was echt super blij dat 1 juni weer open ging. Die baravonden, gewoon lekker chillen met z'n allen, dat heb ik denk ik wel het meest gemist. We hebben dus ook looproutes uitgestippeld. We hebben buiten dus terras en boven binnen terras. En dat betekent dus dat als je naar buiten terras gaat, dat je in 1 keer doorloopt. En als je naar boven gaat, dat je dan de trap op gaat. Is het niet lastig dan, borrelen met 1,5 meter afstand? Nee, we hebben het al een paar keer gedaan en kan je zeggen, het gaat echt super goed. Wordt het ook nageleefd, de afstand, of ga je gewoon knuffelen met iedereen? Nee, dat was natuurlijk echt niet de bedoeling. We zijn natuurlijk gewoon de horeca-instantie, we moeten ons gewoon de regels houden. Dus we letten er wel gewoon zoveel mogelijk op dat iedereen die 1,5 meter afstand houdt, want dat is echt belangrijk. Het is natuurlijk ook heel veel sociale controle, iedereen die wijst elkaar er ook op. Maar we doen gewoon ons uiterste best om dat te handhaven. En wat kan je nu niet doen? Wat je normaal kon. Ja, met z'n allen op de dansvloer staan. Maar dat kan over hopelijk een tijdje weer. Dan gaan we het inhalen.